Beste meneer Rutte en meneer De Jonge, deze brief is een noodkreet. Een roep om het samen doen van u beiden, waar ik in maart, april en mei zo in geloofde, weer op te zoeken. Ik hou niet van schreeuwen en eisen en stoppen met overleggen. Ik hou van samen doen. Daarom koos ik voor de zorg, later de horeca en nu beiden. Dat we corona gingen bestrijden met 17 miljoen mensen, geloofde ik. Voelde ik en ik vond u beiden sterke en overtuigende leiders, die ik graag daarin volgde. Maar ik raak het kwijt. Ik raak u beiden kwijt. En erger nog, ik raak die 17 miljoen mensen kwijt. We doen het niet meer samen. En daar word ik verdrietig van. Ik ben van het soort dat als er een regel is en ik snap hem, dan doe ik het. Het volgen van een goede leider. Hoe moeilijk ook. Dat we ons restaurant moesten sluiten, privégeld erin moesten stoppen, we onszelf opnieuw uit moesten vinden. We deden het. Omdat we het samen doen. Met 17 miljoen mensen. Maar we raken elkaar kwijt. Ik snap toenemend uw regels niet meer. Ik snap niet dat we in een vliegtuig minder risico's lopen dan in de frisse buitenlucht. Ik snap niet dat we met 6000 mensen op de Dam gaan staan. Ik snap niet waarom het zo moeilijk wordt gemaakt om, als er geen klachten zijn, bij elkaar te mogen zitten in een restaurant. Terwijl op alle andere plekken buiten en bij mensen thuis alles mag, of in ieder geval wordt gedaan. We maken van de horeca een plek waar niemand meer wil zijn. We doen zo ons best om gastvrij en enthousiast te zijn. Maar mensen doen niet meer mee. Nederland doet niet meer mee. En wat we dan creëren is dat we van de horeca en een aantal andere sectoren een plek maken waar straks niemand meer wil zijn. Om te werken niet en als gast niet. Ons team wil mensen blij maken. Maar die zijn nu aan het handhaven. Of hun hoofd aan het breken tijdens het werk. Of ze zo meteen moeten gaan handhaven en hoe ze dat dan moeten gaan doen. En begrijp me niet verkeerd. We zijn niet zuur. En volksgezondheid is echt nummer één. Maar daar hoort ook mentale gezondheid bij. En nu de fysieke risico's, nog even wellicht, minder zijn, is het dan nu niet tijd om weer meer krediet en energie op te bouwen, zodat we allemaal weer meegaan straks als het nodig is in samen doen, in bijvoorbeeld de herfst. Nu doen we het in ieder geval echt niet meer samen, meneer Rutte. Ik heb respect voor uw leiderschap en ik hoop dat u dat heeft gevoeld vanuit de samenleving. Maar ik hoop ook dat u het huidige sentiment voelt. Ik hoop dat u nu aan het zoeken bent naar hoe we weer terug kunnen naar samen verslaan we corona. Dat het weer iets wordt waar we allemaal in geloven. Met 17 miljoen Nederlanders. En ik zou ik niet zijn als ik toch een paar tips had. Voor regeltjes die misschien meer passen in het samen doen. Bijvoorbeeld, buiten. We zijn het er dus over eens, de deskundigen en u en dus heel Nederland, dat bij frisse lucht die 1,5 meter overbodig is, zoals in een vliegtuig. Nou, buiten is, denk ik, meer fris dan in een vliegtuig. Daar kan een vliegtuigventilatiesysteem niet tegenop. Dus laten we nou buiten het loslaten. En binnen, laten we binnen niet zeggen die 1,5 meter, want dat is een onmogelijke handhavingstoestand. Laten we binnen zeggen, per vierkante meter mogen er maar zoveel mensen binnen. Dan zorg je dat het dus ruim blijft, ruim opgezet blijft. Genoeg frisse lucht blijft voor iedereen, waarin we de deskundigen kunnen volgen, maar wel veilig is en handhaafbaar is. Zodat de horeca leuk blijft en mensen blijven komen. En als laatste, een hele belangrijke voor mij, geef ons onze verantwoordelijkheid terug. Als gasten, als mensen, als ondernemers. Vertrouw een beetje op ons gezonde verstand en op de kaders die jullie meegeven, geef ons ruimte, zodat we straks, als het echt weer nodig is, meegaan in de regels die er dan weer nodig zijn. Geef ons onze eigen verantwoordelijkheid terug en geef ons meer ruimte. Dat is mijn allergrootste oproep. Ik wens u heel veel wijsheid en ik hoop op betere berichten.